In deze serie kopen we maandelijks voor 100 euro crypto om door middel van Dollar Cost Averaging een crypto portfolio op te bouwen op de lange termijn. En in deze video gaan we juist kijken naar een onderdeel daarvan en dat is crypto staking, wat dat precies is, want dat wil ik nou juist gaan activeren op enkele van mijn coins die ik heb op mijn crypto portfolio. Wat het is, hoe het werkt en waarom ik het juist wil activeren, dat gaan we bespreken in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passief Op dit kanaal werk ik aan een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. Een gedeelte van de inleg die ik maandelijks doe en ook uiteindelijk het vermogen dat ik op wil bouwen wil ik hebben zitten in crypto, omdat ik juist geloof in de toepasbaarheid, in de toekomst van crypto, het gebruik van de blockchain bijvoorbeeld. En daarom ga ik dus in deze serie iedere maand um, ja, daarin investeren, iets opbouwen. Dat daar neem ik jou in mee. Maar ook een andere reden, eventueel om in crypto te investeren, is dat je een soort van rente of een soort van dividend zou kunnen ontvangen. Zoals je dat bij aandelen hebt. En in dat geval hebben we het dus juist over staking. Dus laten we eerst even kort gaan kijken wat staking precies is. En het komt er in het kort op neer dat cryptocurrencies die gebruik maken van het systeem, van de technologie van proof of stake dat je daar waarschijnlijk dus uh, staking bij kunt toepassen. En staking is dan een soort van vergoeding die jij krijgt... omdat jij helpt in het valideren van transacties. Daarmee zorg je dat het netwerk eigenlijk uh, ja, alles gecontroleerd had... dat het alles soepel verloopt. En omdat je daar dus aan bijdraagt, omdat je daaraan meehelpt... jouw coins ter beschikking stelt, uh, krijg je daar een vergoeding voor. En dat is dus de staking waar we het eerder al over hebben... Of jij staking kunt doen met jouw coins is dus vooral afhankelijk van welk zeg maar, systeem ze gebruiken. Maken ze gebruik van Proof of Work, dan is het niet mogelijk. Is het gebaseerd op Proof of Stake, dan is het wel mogelijk. En laten we even gaan kijken naar de twee verschillen. In dit geval is het bijvoorbeeld het Proof of Work, zoals Bitcoin bijvoorbeeld daarop gebaseerd is. Dan zien we aan de rechterkant de Network Server, dat is eigenlijk uh, de blockchain, het, het systeem zelf. Die gaat dan vervolgens een nieuw blok aanmaken bijvoorbeeld. En dan stuurt hij zoals hier ook staat een soort van puzzel. En verschillende miners, dat is bijvoorbeeld x1, x2, x3, dat zijn miners in het, in het systeem zelf. Die gaan proberen die puzzel op te lossen. Want eigenlijk is een blok, uh, het minen zelf is vooral heel veel wiskundige dingen en berekening uitvoeren. En degene die het daar als eerste mee is, uh, die, ja, die krijgt dan een vergoeding. Uh, een van die miners, of allemaal uiteindelijk, sturen ze de oplossing op. De server, de blockchain die gaat kijken, klopt het? En zo ja, is degene die correct is, en misschien ook als eerste is geweest, in dit geval nummer 2, die krijgt dan een uh, award of reward. En dat is eigenlijk een soort van vergoeding. En in dit geval van bitcoin krijg je dan weet ik hoeveel bitcoin. Um, maar dat is eigenlijk een systeem. Um, en dan kun je daar als particulier zijn, als houder van bitcoin, kun je daar niet zomaar aan meehelpen. Uh, je hebt niet per se bitcoins nodig, maar je hebt juist een een systeem nodig, een, ja, je moet zeg maar een mining-operatie uh, opbouwen. Dus jouw geld gaat vooral zitten in het kopen van computers, grafische kaarten. Uh, heel veel energiekosten heb je er vooral bij. Nou, het andere geval, wanneer we over staking praten, dan gaan we dus bij de proof of stake. En dan zien we hier ook een beetje een uitleg van the probability of validating a new block is determined by how large a stake of a person holds. Dus niet langer is het zo dat um, iemand die een mining-dingen heeft... Die als eerste de oplossing heeft dat die de reward krijgt. Het is gewoon. ze gaan kijken wie biedt zich aan om eventueel iets te valideren. En afhankelijk van hoe groot jouw positie is. kan je dan iets krijgen toegekend. Op dat moment krijg je niet per se dus eigenlijk um, een blokreward, een bepaalde hoeveelheid bitcoin. Of in, bijvoorbeeld. Beter voorbeeld bij Proof of Stake is Ethereum, want Ethereum is gebouwd op dit, op dit systeem, zeg maar. Maar jij krijgt eigenlijk gewoon de network fees, je krijgt transactiekosten, die kun je ontvangen daarvoor. En het voordeel van Proof of Stake zien we hier ook staan, is dat het veel minder uh, energie kost of gewoon kosten zijn, dus het is veel efficiënter... Al is het nog niet zo bewezen systeem omdat Proof of Work juist langer bestaat. Dus eigenlijk wat je hier ziet is de validator. Dat ben jij bijvoorbeeld. Maar vaak zul je zien dat stel je maakt gebruik van het sy de systeem van CoinMerse. Dat je waarschijnlijk CoinMerse een grote aanbieder is. Dat CoinMerse de validator is met hun systeem. Dat zij eigenlijk uh, de tokens delen. Dat zij meedoen in het valideren van systemen. En dat zij uiteindelijk daardoor uh, ook een reward voor krijgen. En dat zal dan verdeeld worden onder de mensen die op het systeem van Coimers bijvoorbeeld... hun crypto in dit geval beschikbaar stellen. En kijken we dan tenslotte even naar een vergelijking tussen de twee. De proof of work, dat is zeg maar het Bitcoin bijvoorbeeld. Of proof of stake is bijvoorbeeld Ethereum of Cardano. Dus hier krijg je juist bij Bitcoin... de eerste die het oplost, die krijgt de vergoeding... terwijl hier rechts juist iemand willekeurig wordt gekozen... of op basis van hoeveel uh, coins zijn bezitten. Hier links zie je juist dat je een speciaal systeem dan voor moet hebben... om dat soort berekeningen te maken... om de kans te vergroten dat jij als eerste bent. Terwijl we rechts eigenlijk zien dat een gewone server... eigenlijk al genoeg is om dat te doen. Links investeert dus eigenlijk vooral in de apparatuur. Terwijl rechts je juist vooral investeert in de crypto zelf. Want hoe meer crypto jij hebt van een bepaalde crypto... hoe groter de kans is dat jij mag ja, deel gaan nemen... om dingen te valideren. En links zien we heel veel stroomverbuik. Rechts zien we juist heel weinig stroomverbuik, al hoeft dat niet per se een probleem te zijn. Want heel veel crypto-miners, ja, zeg maar, als ze veel stroom gebruiken, wordt het steeds aantrekkelijker om duurzame energie te gebruiken. Maar in ieder geval, als we puur gaan kijken naar het verbruik, is het proof of work is veel uh, ja, energie-intensiever. Dus heel simpel gezegd kun je eigenlijk zeggen dat je het kunt vergelijken met rente die je ontvangt op de bank of misschien een dividend in de vorm wanneer je een aandeel hebt. Heb jij een aandeel van een bedrijf en keren zij dividend uit, dan is dat eigenlijk omdat jij geld investeert in het bedrijf of het bedrijf kan juist gebruik maken van het geld dat aandeelhouders beschikbaar hebben gesteld. Daardoor kunnen zij ondernemen, daardoor kunnen zij omzet draaien en winst maken en het winst die willen ze dan graag weer. Uh, ja, verdelen met jou als aandeelhouder. Dus dan krijg je dat dividend. Of misschien zoals bij een spaarrekening. Vroeger kreeg je nog wat meer. Maar laten we even zeggen van, uh, je stelt het voor langere tijd vast op een spaarrekening, een depositorekening. Um, omdat je langere tijd vast zet, jouw geld, jouw spaargeld. Dan weet de bank van, oh dan kan ik dat de komende tijd in ieder geval uitlenen. Is misschien wel een ondernemer die graag geld zou willen lenen. Tegen een hoger rentepercentage de, leent de bank dan vervolgens jouw geld in principe uit. En een gedeelte van de winst die zij maken, die krijg jij dan in de vorm van een rentebetaling. En zo zul je dus eigenlijk een beetje dit ook kunnen vergelijken. Dat staking eigenlijk omdat je jouw coins beschikbaar stelt, daardoor juist bijdraagt aan de, het valideren en dus ook de veiligheid van de coin zelf van het systeem. Dat je daar een soort van vergoeding dus voor krijgt in de vorm van coins van het, ja, de cryptocurrencies waar je op dat moment voor een steken bent. Maar hoe werkt staking dan of hoe kun je het activeren? Want we hebben zojuist gezien het systeem achter de uitleg gegeven... van ja, hoe het eigenlijk tot stand komt en waarom je dus een vergoeding krijgt. Maar laten we vooral even gaan kijken hoe het eruit ziet als je inlogt. En in dit geval pak ik dan Coinmerce. Dat is de broker die ik gebruik om crypto te verhandelen in deze serie. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer aanbieders... en iedere aanbieder zal het een beetje er anders uitzien. Dus laten we overstappen naar mijn portfolio bij Coinmerce... om te kijken van hoe we het kunnen activeren... En als we dan ingelogd zijn op het dashboard, zien we hier nu hoe het er nu voor staat. 1186 euro in mijn portfolio zitten. 100 euro staat alweer klaar om zo meteen dus de aankoop te gaan doen. Hier rechts hebben we mijn wallets, maar daar staan ze niet allemaal. Dus zeggen we even see all om het totale overzicht te krijgen. En dan zie je ook al direct bij welke het mogelijk is om te gaan steken. Dat is bijvoorbeeld Cardano in dit geval of Polkadot. Nou, laten we even Cardano pakken. Daar staat dus ook bij... Ik ben nog niet aan het steken, dus daar klikken we op. Dan wordt vervolgens uh, de cryptocurrency geladen. En als we dan naar beneden scrollen, krijgen we wat meer informatie. Ik heb voor 175 euro aan Cardano. Um, even kijken: de proof of stake. Nou, hier zien we eigenlijk een soort van verwacht rentepercentage: 4,5% per jaar. Ik. Je, je moet een minimum hebben, bij, dat is dus afhankelijk van welke crypto je kiest. In het geval van Cardano is het zeg maar 10,5 uh, ADA die je moet hebben. En op dit moment ben ik nog niet aan het steken. Dus hier zien we ook een berekening van wat nou als ik het volledige uh, positie die ik heb zou gaan steken. Dan heb ik dus 175 euro. Voor één jaar lang tegen die 4,5% zou me dat zo bijna 8 euro opleveren. En dat is best wel een behoorlijk bedrag op zo'n, ja, op 175 euro, 4,5%. Vroeger, zoals gezegd, kreeg je dat nog wel eens ooit op je spaarrekening. Maar tegenwoordig mag je blij zijn als je... 0,04% krijgt, want volgens mij is bijna alles inmiddels op de nul. Dus het kan op zich een heel interessant iets zijn... zeker wanneer je toch al een coin hebt die je langere tijd in bezit wil blijven houden... om ze dan ook maar gelijk beschikbaar te stellen. Um, krijg je er gewoon nog wat extra's op, kun je erop verdienen. Um, hier zien we ook berekening van hoe lang. Het is wel zo dat als je gaat steken, je kunt dit dan aanzetten heel eenvoudig... Um, maar je kunt het ook weer heel eenvoudig uitzetten. Het is niet zo, in ieder geval in het geval van Cardano, dat je een bepaalde tijd... Vast moet zetten. Dat zou ooit wel kunnen per coin. Dus kijk ook vooral even of dat het geval is. Maar in dit geval is dat dus niet het geval. En als het goed is, kunnen we hier gewoon op steek klikken, uh, zegt hij van: weet je zeker dat je dit gaat doen, stel je je hele positie van dingen um, ter beschikking hiervoor. En zeg je ja, dus dan zeg je op steek. En vervolgens is het gebeurd, is het al geactiveerd, gaan we terug naar ons overzicht. Dan zien we nu dat staking aanstaat bij Cardano. En dit betekent dus op jaarbasis, als ik die positie heb, dan krijg ik in totaal 4,5% ongeveer. En volgens mij wordt het iedere maand of iedere week wordt het zeg maar berekend en krijg je ook uitbetaald in de vorm van ADA, dus de cryptocurrency die je hebt. Kunnen we ook bij Polkadot gaan kijken. Zullen we misschien ook wel zien dat het er net iets anders uitziet. Um, scrollen we naar beneden. Hier zien we bijvoorbeeld een soort van rentepercentage, een verwachte opbrengst per jaar van 5%. Minimum aantal holdings is hier 0,57. Dus heel anders dan de 10,5 die we bij ADA zagen. Maar eigenlijk komt het op het principe, hetzelfde principe uit. Um, ik heb 22 polkadots, of voor 22 euro polkadot. Um, dat is 1,2. Dus ik heb voldoende om het ook hier aan te zetten. Dat is heel eenvoudig. Het zou me 1,10 euro opleveren in dit geval per jaar. Ik zeg steek. Ik zeg nog een keer steek. En het is geactiveerd. Als we nu weer terug gaan naar het overzicht zul je nu zien dat voor beide van deze het geactiveerd is. Gaan we even terug naar mijn dashboard en zoomen we een uit naar ongeveer een maand geleden. De, dat is ongeveer het moment dat ik de vorige video opnam in deze serie. Zien we dat we daarna de hand nog flink zijn gedaald. Uiteindelijk was het laag de punt een beetje 865 euro voor dit portfolio. Maar sinds die tijd hebben we wel weer behoorlijke stappen gemaakt. Uh, we zijn nog... Niet op het hoogtepunt op dit moment. Het heeft hoger gestaan op 1230, maar in ieder geval wel weer een stuk in de goede richting. En dat zien we ook als we nee, hier even kijken, de wallet gaan bekijken. Dan zien we per positie dat Bitcoin nu nog zo'n 2,5% in de min staat. Ethereum staat inmiddels 23% in de plus. Cardano helaas nog 23% in de min. Ik heb nog Coinmurs die ik zo meteen uh, in ga zetten voor 100 euro. Polkadot uh, is bijna gehalveerd. En uh, Dogecoin is nog verder afgezakt dan we de vorige keer al hadden. Dus het heeft eigenlijk geen zin meer om hem aan te houden. Maar ja, voor die 6 euro laten we nog vooral even kijken hoe diep hij nog verder kan zakken. Dus ik kom eigenlijk aan bij het opnieuw investeren voor deze maand. En dat is eigenlijk de 100 euro verdelen over de 4 coins die ik heb. Behalve Dogecoin, want Dogecoin was gewoon een geintje om te laten zien: van... kijk, als je ergens in een hypecoin investeert. Dus juist nu wil ik gaan kijken om 25 euro in Bitcoin, 25 euro in Ethereum. 25 euro in Cardano. En uiteindelijk ook 25 euro in Polkadot te investeren. Juist om de posities die ik al heb, dus wat uit te breiden. Misschien omdat ze nu wat koersen wat lager staan. Omdat het nog steeds projecten zijn waar ik in lange periode eigenlijk op in geloof. En uh, ik zal zo meteen even de aankopen gaan doen. En dan even kijken hoe dan de percentages eruit zien. En dat ziet er dan als volgt uit: uh, Bitcoin nog steeds bovenaan. 550 euro bijna. Nog steeds 2,5% in de min. Ethereum iets gedaald. Omdat ik nu natuurlijk iets lagere. Inkoopkosten heb gemaakt. Uh, ongeveer 486 euro geïnvesteerd. Cardano nu iets over de 200 euro. En Polkadot 46 euro. Waarbij de laatste twee in totaal 50 euro dus heb ingelegd. En ook die gaat inmiddels al mee in de steking. Dus ook daar krijg ik uiteindelijk zeg maar 4,5 tot 5 procent. Een soort van vergoeding voor per jaar, omdat ik het beschikbaar heb. Zoomen we nog even uit. Inmiddels uh, 1200, bijna 85, 86 euro. Dan zien we wel dat we. Ja, hier links begonnen ooit zijn met 100 euro begin vorig jaar... af en toe wat hebben geïnvesteerd, vooral grote stappen hebben gemaakt... Tot aan november. November is het juist weer wat naar beneden gegaan. Terwijl we wel nog steeds maandelijks zijn blijven inleggen met 100 euro. Dus laten we ook vooral hopen dat de hele markt weer herstelt. Dat we dus juist de inleg die we de laatste maanden hebben gedaan, dat we daar nu extra rendement op kunnen maken. Maar dat is weer iets wat we de volgende maand gaan bekijken. Waar we weer opnieuw gaan kijken naar mijn portfolio. Hoe het er dan voor staat. En weer wat nieuws gaan bekijken. Of er nog laatste nieuws is. Of er nog belangrijke, leuke dingen zijn die we moeten weten als crypto-investeerder. Ook al zijn we nog niet. Continue bezig is het toch misschien ooit toch wel leuk om bepaalde dingen in ieder geval van op de hoogte te zijn en heb je nog tips of suggesties of feedback op deze video laat dat dan vooral weten in de reacties onder deze video vond je het een leuke interessante video geef dan zeker even een duimpje omhoog wil je meer video's zien maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst wil ik jou bedanken voor het kijken hoop ik jou bij de volgende video weer te zien